Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis de Zwijger. Welkom allemaal hier bij de livecast van Pakhuis de Zwijger bij de vierde editie van Tech for Society. Vandaag spreken we over het dataïsme. Niet het dadaïsme, maar dataïsme. Is de wereld te vangen in data? De vraag die vandaag centraal staat. Tech for Society is een reeks die heel breed de rol van technologie in de samenleving onderzoekt. Vandaag dus het onderwerp dataïsme. En dat doen we vandaag aan de hand van een boek, namelijk Frictie, ethiek in tijden van dataïsme. Mijn naam is Puk van Dijk. Vandaag aanwezig is natuurlijk de schrijfster van dit boek, Mirjam Rasch. Zij zit naast me. En vervolgens, om eigenlijk het thema meer grond te geven en ook van verschillende perspectieven te benaderen, heb ik nog drie andere gasten, waarvan één in de studio, Caroline Nevejan, Chief Science Officer van de gemeente Amsterdam. En twee sprekers via Zoom, Arjan Witlak, directeur Stichting Kafka Brigade, en Martijn de Waal, schrijver, onderzoeker en ook lector bij de HVA. Jullie thuis kunnen ook deelnemen aan dit gesprek vandaag. Zoals altijd in de livecast is dit een uur, dus we gaan er goed doorheen. Maar doe vooral mee via de website van Pakhuis Zwijger. Kan je inloggen en met elkaar spreken over het onderwerp via de chat. En met elkaar, of in ieder geval zelf, vragen inbrengen voor de Q&A hier, voor de sprekers hier. Dus dat is de Q&A-knop. Chat met elkaar, Q&A voor de sprekers hier. Ik hou hier op mijn tafel de vragen die binnenkomen bij. En probeer die, als dat lukt, te integreren in het gesprek. Wat gaan we doen vandaag? Ik wil eerst kort alle sprekers hier introduceren aan jullie. En vervolgens gaan we een wat langer panelgesprek voeren aan de hand van verschillende vragen die ik eigenlijk altijd begin bij Mirjam, vanuit haar boek ook. En dan vervolgens één of twee sprekers erbij haal. En dan sluiten we de avond af. Dus, daad bij woord. We gaan beginnen met Mirjam Rasch. Welkom. Dank je. Hallo. Jij bent, je hebt literatuurwetenschappen gestudeerd, filosofie. Je doseert aan het Instituut voor Netwerkcultuur aan de HVA, de Hogeschool van Amsterdam. Schrijft ook recensies en essays voor onder andere Groene Amsterdammer. En natuurlijk auteur van het boek Frictie. Klopt. Is daar nog iets aan toe te voegen? Nog een specifieke hobby die nog per se in het lijstje moet of iets bijzonders? Nou, ik ben wel al van kinds af aan een enorme boekennerd. Dus het is eigenlijk wel grappig dat ik uiteindelijk zo terecht ben gekomen in het onderzoek naar technologie. Maar ik doe dat wel vanuit mijn enorme neus in de boeken karakter. Ja, vanuit jouw rol als boekenworm. Ja. We gaan het hebben over dataïsme. Eerst maar eens de vraag, wat is dat? Want je noemt het een geloof. Ja. Dataïsme is eigenlijk het geloof dat alles in de wereld te vertalen is in data. Dat is denk ik de makkelijkste manier om het te omschrijven. Maar bovendien dat door alles te vertalen in data je zekerheden krijgt, kunt voorspellen wat er gaat gebeuren met de wereld. Daar dus de wereld ook mee kunt sturen, mensen mee kunt sturen. En ik noem het een geloof, omdat het heel erg uitsluitend is naar andere zienswijzen of andere kenniswijzen of andere manieren om kennis op te doen over de wereld. Dus dat is een beetje het isme ook. En die twee staan denk ik in een gespannen verhouding met elkaar. Want data, dat heeft natuurlijk de schijn van objectiviteit en neutraliteit. En die sla je op en daar is verder niet zoveel bijzonders mee aan de hand. Dat is een beetje hoe we over data denken. En dat isme wil dan zeggen van ja, maar het is ook een overtuiging of een leer of een geloof wat daar dan aan vasthangt.
Wat meteen al zegt dat je misschien ook wel op een andere manier erover kunt denken. Ja, dus als je daar eenmaal in gelooft, dan is er ook niets anders meer. Nou, dat is wel een beetje de kern van, in ieder geval de analyse die ik ervan heb gemaakt, is dat dat geloof van het atheïsme ook vooral de soort van onvermijdelijkheid, de noodzakelijkheid van dat vertalen in data en van het beslissingen nemen op basis van data, dat eigenlijk niet anders kan en dat we dat ook niet anders moeten willen, want het is ook voor ons eigen bestwil en dergelijke. Dus die onvermijdelijkheid, die zit er heel erg in, inderdaad. Ja. Ja. Waarom ben je dan, wat je zei net, van jongs af aan ben ik een boekenwurm, maar dat kan nog qua thematiek alle kanten op. Waarom ben je dan over data gaan schrijven? Nou, ik ben in eerste instantie gaan schrijven over internet en sociale media, nieuwe technologie. Gewoon omdat ik, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden zagen wij allemaal hoe de wereld totaal is veranderd. Of Caroline denkt misschien anders over of dat totale verandering was. Maar in ieder geval, alle facetten van ons leven zijn zo door die technologie gevormd. En dat is heel snel op een soort van nieuwe manier gestalte gekregen. Dus daar wilde ik meer over weten. En nadat ik mijn vorige boek af had, bleef ik eigenlijk met één vraag nog over of rondlopen, wat ik niet in dat boek had weten op te lossen. En dat was de vraag, wat is niet in data te vertalen? Of is het nou daadwerkelijk zo dat de mens in data te vertalen is? Hè? Wat bijvoorbeeld Yuval Noah Harari zegt, van de mens is een soort algoritme. En als je maar al die data over hem of haar hebt verzameld, dan kun je de mens even goed voorspellen als wat dan ook. En dat vond ik zoiets onbevredigend, dat ik dacht van ja, daar moet ik tot op de bodem eigenlijk uitzoeken hoe dat zit en en wat we daartegen in kunnen brengen. Ja, ja. En dat is een zoektocht. En dat brengt me ook op de volgende vraag, met name over de stijl. De schrijfstijl is misschien ook wat persoonlijker. Het is natuurlijk een ontzettend breed thema. Je kan er van alles mee ook. In de zin van je kan alle kanten op. Maar je schrijft eigenlijk, je inleiding begint ook enorm persoonlijk. Het begint met jou thuis, in het klein, overpeinzend. Waarom heb je voor die stijl gekozen? En misschien kan je er ook aan koppelen wat het schrijven van dit boek ook heeft veranderd in je leven. Het is een filosofisch essay, zo noem ik het zelf in ieder geval. Dus dat wil al zeggen dat het niet, ik geef niet de geschiedenis van data, hoewel ik natuurlijk wel inga op een soort van historische ontwikkelingen. Het is geen lesboek in die zin of handleiding om algoritme te begrijpen of iets dergelijks. Dus het is een filosofisch essay wat wil onderzoeken wat de premissen nou eigenlijk zijn van dat dataïsme en hoe we daar als mens tegenover kunnen staan. Want uiteindelijk gaat dat dataïsme ook heel erg over de vraag wat een mens is. En daar worden hele duidelijke antwoorden op gegeven die ik ter discussie wil stellen. Dus dan heb ik wel geprobeerd om dat ook te doen op een manier die zich in de vorm inderdaad afzet tegen dat idee dat je alles heel duidelijk en neutraal en zogenaamd objectief en eenduidig zou kunnen beschrijven, wat eigenlijk een beetje de belofte is van data. Als je zegt dat niet de enige manier is of geen heiligmakende manier, dan moet je in je eigen vorm daar ook iets anders tegenover zetten. Dus uiteindelijk schrijf ik ook best wel veel over letterlijk stijlfiguren en hoe je kunt spreken, dat soort dingen. Dus ik heb wel heel bewust gekozen voor een vorm die ook vraagt van de lezer om zich daartoe te verhouden en om zelf zeg maar aan de slag te gaan met wat er allemaal in zit en zelf te gaan interpreteren en zelf misschien daarover te spreken of ja. Ja. Ja, we gaan ook door naar de volgende. En we gaan natuurlijk, zoals ik zei, uitgebreid met jou nog in gesprek met de andere sprekers. Daarbij zeggen we dat het boek zo rijk is in die zin ook. Het is niet een heel dik boek, maar het biedt een heleboel facetten. Daar zullen we nooit helemaal aan toekomen. Maar het is minder dik dan dit plaatje. Dan dit plaatje, ja. Ja, nee, het is maar iets van 200 pagina's, of nog ineens.
Dus goed, tot zometeen. Dank je wel. Dan gaan we nu naar Zoom, naar Martijn de Waal. Welkom, Martijn. Ik zei al daarnet in de introductie, je bent schrijver, onderzoeker... maar ook ben je lector bij Play and Civic Media bij de HVA. Wat stel ik me daarbij voor? Wat houdt jouw dagelijkse bestaan daar... Ja, klopt. Dankjewel. Ik ben onderzoeker en in onze onderzoeksgroep doen wij onderzoek naar wat wij civic media noemen. En civic media zijn eigenlijk allerlei vormen van technologieën die mensen, burgers gebruiken om zichzelf te informeren over zaken in de samenleving, om met elkaar daarover in discussie te gaan, om zich te organiseren rond zaken van algemeen belang. Dus dat kan aan de ene kant groepen op Facebook zijn die ze gebruiken om met elkaar te discussiëren. Maar dat kunnen ook virtual reality omgevingen zijn waarin je inspraak kunt hebben in politieke processen. Het kunnen ook platformen zijn waarop burgers zich organiseren om met elkaar energie te produceren en uit te wisselen. En met elkaar beslissen hoe ze dat allemaal organiseren. Allemaal, allemaal plekken waar veel data wordt gegenereerd, lijkt me. Klopt. Ja, zeker. Ja, data speelt daar een centrale rol in. Ja, en dat brengt me meteen op de volgende vraag. Als jij vanuit die rol, of in ieder geval vanuit je rol als onderzoeker ook... kijkt naar dat fenomeen, die bijna religie... dat is natuurlijk een interpretatie, die Mirjam onderzoekt. Hoe sta jij daar tegenover? Nou, ik herken heel veel van wat zij schrijft. Ik vond het een heel mooi en, zoals jij zelf ook al zei, rijk boek met een veelheid aan perspectieven. Ik geloof zelf wel in data, dat je data kunt gebruiken. En ik denk ook dat Mirjam dat zelf ook niet zou ontkennen. Dat je data, dat een kennissysteem is of een manier waarop je kennis over de wereld kunt organiseren en die je kunt gebruiken om die wereld ook weer te manipuleren, vorm te geven, naast andere manieren, zoals verhalen bijvoorbeeld. Dus daar geloof ik wel in en daar gaat ons onderzoek ook over. Maar ik ben het wel heel erg eens met haar analyse, dat de manier of de centrale rol die data nu krijgt in onze samenleving, en vooral in de manier waarop allerlei platformen zoals Facebook en Google en Amazon een rol spelen in de ordening van onze wereld, dat is een soort doorgeschoten is naar een manier die zich presenteert alsof het objectief is. Dus dat het eigenlijk de enigst mogelijke of de enige logische manier is om het te organiseren. Alsof het een soort neutrale platformen zijn die de waarheid aan ons of de beste manier om de wereld te organiseren aan ons presenteren. Terwijl ook al die platformen juist heel erg op allerlei onderliggende waarden gebaseerd zijn. Een deel van mijn onderzoek gaat ook vooral daarover. Wat zijn dan die waarden die in die platformen en in die algoritmes besloten liggen? En hoe kunnen we ook eigenlijk andere waarden, publieke waarden, weer centraal stellen in de manier waarop we omgaan met data? Ja, want daar ben ik wel geïnteresseerd naar. We gaan nog daar later wat verder op in, maar ik ben toch alvast benieuwd. Misschien kunnen we hier dan later dieper op ingaan. Je zegt ook van, eigenlijk hoor ik je zeggen, data moet eigenlijk gebruikt worden of zo ingericht worden dat het voor ons gaat werken, voor de burgers gaat werken. Jij schetst daar eigenlijk drie scenario's voor. Zou je daar iets meer over kunnen vertellen? Ja, nou, ik was vlak voordat de hele coronacrisis uitbrak op tentoonstelling in China, de architectuurbiennale daar. Die heette Eyes of the City. En die ging ook over de vraag van wat gebeurt er nou als de stad kan zien? Als we zoveel data verzamelen dat eigenlijk de stad zelf in de gaten heeft van wat er allemaal gebeurt. En hoe kunnen we daar dan op inspelen? En wat kunnen we daar dan mee? En daar zag je eigenlijk zo drie verschillende interpretaties. De eerste, die kwam alleen eigenlijk zijdelings aan bod, is een manier waarom China zelf natuurlijk op dit moment heel erg bekend staat. Dus dat je data gebruikt om het leven van al je burgers in kaart te brengen en om specifieke manieren van leven af te dwingen. Dus iedereen die kritisch is, die krijgt een soort strafpunt in zijn dataprofiel. En op basis daarvan krijg je dan meer of minder toegang tot bepaalde diensten die er zijn. Iets gecompliceerder dan dat, maar dat is de simplistische versie. Maar daarnaast zag je op die tentoonstelling heel veel versies van wat je een soort
luxe kapitalisme zou kunnen noemen. Dus er wordt heel veel data verzameld over ons. En dankzij al die data kunnen er allerlei diensten aan ons aangeboden worden op het moment dat we die nodig hebben, nog voordat we zelf überhaupt bedacht hadden dat we die zouden willen. Hè? Dus je drukt op een knop en er komt een Uber voorgereden. Er was ook één onderdeel in die tentoonstelling, dat ging over een soort straat van de toekomst. En die straat die was helemaal bestond uit allerlei modules. In de ochtend was die straat dan helemaal open voor het verkeer. Maar op zondag kwamen er dan allemaal soort parkachtige dingetjes op die straat gereden. Of cappuccino-stalletjes. Dus dat werd heel erg verkocht als een soort luxe levensversie. Van ja, en als je zin hebt in een cappuccino, dan voordat je het weet, zal er dan zo'n stalletje voor je neus verschijnen. Helemaal automatisch. En dat is natuurlijk heel leuk voor een soort een middenklasse die diensten kan betalen en afnemen. De keerzijde is natuurlijk dat voor heel veel service providers het op een precies andere manier, precies andersom werkt. Want die worden via zo'n dataplatform ingeroosterd om 6 uur 's ochtends koffie te zetten voor andere mensen. Of om hele lange dagen als chauffeur te rijden, waar het platform datificatie gebruikt. Ook om die mensen te conditioneren en aan te jagen om steeds maar meer te blijven werken. Maar een derde voorbeeld, en dat vond ik zelf het meest interessante voorbeeld, dat was een installatie van het Nieuw Instituut uit Nederland. Linda Vlassenrood onder andere. Die hadden in een verre voorstad van Shenzhen. Shenzhen is een grote stad met veel fabrieken. Dus in een van de wijken waar eigenlijk die fabrieken staan, waar heel veel mensen als migranten wonen, die waren daar die wijk ingetrokken en waren met die mensen uit die wijken data gaan verzamelen over het leven van die mensen in die wijken. En dat was heel bijzonder, want heel veel van die migranten die bestaan officieel niet. Die zijn getrokken naar de steden, maar hebben dan geen rechten. Dus ze worden ook niet meegeteld in de statistieken. Er zijn geen voorzieningen voor ze. Dus zij gingen met die mensen met mobiele telefoons en andere manieren allerlei data verzamelen over knelpunten in hun leven. Aan de ene kant om te laten zien, we bestaan. Maar het bijzondere is dat die data dan niet als een soort objectieve weergave van de werkelijkheid gepresenteerd werden, maar eigenlijk als het beginpunt voor een discussie. Dus data is niet de werkelijkheid, maar data is een manier om de werkelijkheid te vatten. En vervolgens kunnen we daar met elkaar een gesprek over aangaan, over wat betekent dat dan en hoe kunnen we dan zo'n situatie verbeteren. Mooi. En dat is een manier van data omgaan die ik zelf heel erg inspirerend vind. Ja, mooi. Data als startpunt eigenlijk. Wij komen zo meteen weer bij jou terug, Martijn, dank je wel. Dan ga ik nu naar hier in de studio, Caroline Nevenjan. Dag. Chief Science Officer van Amsterdam, gemeente Amsterdam. Welkom. Wat doet een Chief Science Officer zoal? Ja. chef samen onderzoek, hè? Zelfde letters. Dus wat het zegt eigenlijk dat mijn opdracht om te zorgen dat er meer synergie is, meer samenwerking, meer ook dat we allebei er meer hebben aan relatie met elkaar tussen de stad. We hebben grote uitdagingen en het onderzoek in de universiteit en de hogescholen, de ROC's. En dat willen we meer op elkaar aan laten sluiten. Dus als wij als stad een energietransitie moeten doen, dan gebeurt er bij de universiteit, wordt er onderzoek gedaan naar hoe dat moet. Zowel in de technische wetenschappen, in de sociale wetenschappen. Bij de HVA wordt gewerkt van hoe je een buurt goed kan organiseren als je op een andere manier je gedrag moet doen. Maar ook op de ROC's ontstaan nieuwe beroepen als je op een nieuwe manier installaties moet bouwen. Dus het samenwerken tussen stad en kennisinstellingen is eigenlijk de grote ambitie. En ik ben een soort olievrouwtje in dat geheel. Dus als ik het me zo voorstel, er gebeurt van alles in die stad. Op het gebied van onderzoek, op het gebied van scholing, bouw, et cetera. En jij probeert dat eigenlijk als een soort van octopus aan elkaar te verbinden. Ja, daarom heb ik een platform begonnen, openresearch.amsterdam. Waar een samenwerking tussen alle kennisinstellingen en de gemeente, door alle colleges van besturen en de BNW besloten. Waarin wij sinds een maand, we zijn in stilte opengegaan. Dus eigenlijk voor het eerst dat er een medium dit laat zien, dus het is leuk dat dat hier gebeurt. Waar we eigenlijk al het onderzoek dat de gemeente doet, maar ook al het onderzoek wat in hogescholen en universiteiten en ROC's gebeurt, uitnodigen om daar op te plaatsen. Zodat men de kennis kan vinden van elkaar, maar ook dat je kan zien wie er op dit moment aan hetzelfde onderwerp werkt als jij. Want dat leert ook de ervaring. Er zijn wel 5 of 10 mensen die werken aan laadpalen.
Maar die kennen elkaar niet. Iedereen probeert het wiel uit te vinden tegelijkertijd. Ja, en ook als ik werk aan zeg maar kansarme kinderen die obesitas hebben, dan gaat het ook over dat de mensen die een wijk bouwen weten dat ze speelgelegenheden moeten maken. Dat de mensen die de start-ups doen, dat er niet allemaal vervelende snoepwinkels komen. Dus het gaat ook over de integrale opdracht. En ook voor de wetenschap, de transdisciplinaire, interdisciplinaire samenwerking. Ja. En dat is moeilijk voor veel mensen. Een enorme puzzel. En daar komt data dan ontzettend handig van pas, neem ik aan. Ja. Nou ja, kijk, wij leven natuurlijk in een wereld met veel propaganda, met veel fake news. Dus de term feiten gebaseerd beleid, of op bewijs gebaseerd beleid, is wel een belangrijke term in een democratie. Maar er hoort dus bij dat je het onderzoek ook deelt en dat we met elkaar kunnen verschillen over wat dat onderzoek wel of niet betekent. Of wat die bepaalde visualisatie van data wel of niet betekent. Dus wat Martijn net zei, het gesprek over de data, maar ook het gesprek over onderzoek. Wat is waar, wat is niet waar, is van groot belang voor de stad. Ja. En ook in een democratie hoort iedereen daaraan deel te nemen. Ook een kind van 6 kan begrijpen dat dat duurzaamheid en klimaat een belangrijk iets is. Of dat planten moeten groeien, of dat het te droog wordt. Of dat snoep niet goed is voor jou. Dus het is ook, ik vind onderzoek een hele brede definitie. Het liefst zou ik ook nog een hele groep kinderonderzoekers bij me hebben. Maar je kan niet alles tegelijk doen, dus helaas, dat komt nog. Helaas, one thing at a time. Ja. Ik vind het leuk, en dat hebben we met Martijn ook gedaan, om even iets concreets uit het leven te pakken. Hij had het dan over een tentoonstelling in Shenzhen. En ik dacht met jou, misschien kunnen we aan de hand van het onderzoek City Rhythm even wat dieper ingaan op wat die data dan oplevert. Ja. Ja? Jij kan misschien snel even doorklikken. Ik ben zeg maar ancient internet, dus ik ben jaren 80. En voor mij is ancient zeg maar, internet. Ja, helemaal een soort. Ja. Ja, dus ik heb heel veel hypes meegemaakt. Ze gaan allemaal voorbij. Ja. Ook deze gaat weer voorbij. Ga daarvan uit. Maar ik heb dus ook heel veel evangelisch gehoord. Hè? Dus wat jij zegt, het is een religie. Het is ook een grote propaganda. Het is ook een hele grote marketing van grote tech companies. Die ons willen doen geloven dat als jij maar data doet, dan word je gelukkig en jullie will live forever after. Mm-hmm. Dat is natuurlijk allemaal onzin. Maar die technologie heeft ons heel veel gebracht. En ik ga ervan uit dat wij allemaal niet gek zijn. Dat wij behoorlijk goed weten wat wij doen. Dus mijn proefschrift ging over het ontwerp van vertrouwen. En door de technologie zijn we anders aanwezig voor elkaar. Maar het gekke is dat ik ook, wij allemaal, ik krijg een appje, dat wil ik gebruiken. Ik zeg gewoon ja, I agree. Want ik wil gewoon meedoen. En ik wil met mijn dochter in Shanghai of Shenzhen praten, bij wijze van spreken. Mm. Dus mij puzzelde, hoe is dat in die merging reality, zeg maar, die wereld waar de online wereld en de offline wereld, dat wordt één wereld. Dus data hebben een rol, maar we hebben ook een lichaam. We voelen ons ook moe of we lopen door de regen. Nou, ik kan me nog zoveel data geven van het weerbericht, maar als ik door de regen loop, word ik nat en dan baal ik daarvan. Dus er zijn altijd verschillende werkelijkheden die in mijn hoofd één werkelijkheid worden. En hoe doe ik nou in al die werkelijkheden, bepaal ik wat ik wel en niet vertrouw? Dan blijkt daarna dat hoe je getuige bent, volgende slide graag. Ik heb een groot onderzoek gedaan met heel veel kunstenaars. Hoe zijn we nou getuigen van elkaar? In die online wereld, de internetwereld of de appwereld of de mobiele telefoonwereld en in de echte wereld. En hoe is het als ik nu een appje stuur naar jou, hoe beïnvloedt dat dan hoe ik daarna met haar praat of hoe ik met Martijn online een gesprek voer? Mm-hmm. Dus er is een soort, ja, we zijn allemaal heel gewoon geraakt om daar allemaal normaal mee om te gaan. Ja. Dat is natuurlijk eigenlijk, als ik dat aan mijn oma vertel, die denkt, kindje, je bent gek, zeg maar. Hè? Die is al lang dood, maar dat is natuurlijk een hele andere wereld. Ja. En dat is ook in hele korte tijd gegaan. Dat is gewoon in 10, 20 jaar gegaan. Nou, dus daarom ben ik bezig met Values for Survival. En in dat hele onderzoek, dat is een onderzoek wat jullie nu kunnen kijken op die Open Research, is een heel mooi onderzoek wat we aan het doen zijn. En daar hoort één ding bij, dat als we dan die data zo negatief worden, hè, door al die tech-companies die dat allemaal misbruiken en voor allerlei doelen waar we niet mee akkoord zijn. En het is ook gevaarlijk voor je. Er gaan mensen dood aan data. De datamuren zijn harder dan enige echte andere muur. Het zijn de hardste muren die we ooit hebben uitgevonden. Maar wat kan je nou goed doen? En dan vind ik zo leuk dat de ecologie, de natuur, is gebaseerd op ritme. Dus het ritme van de maan, van de zee, van ons eigen lichaam, van de seizoenen, bioritmes, van de dag, de nacht, ja. Bioritmes. Dus zijn er nou ook ritmes in data? En zo ben ik dat City Rhythm onderzoek gaan doen. Dat loopt nu, de komende jaren doe ik voornamelijk met Stadsdeel Zuidoost. Gaat over sociale veiligheid en over hoe we
Eigenlijk door het analyseren van ritmes in de echte wereld en in de datawereld. Onze waarneming van onze omgeving, nu we zo'n nieuwe waarneming eigenlijk hebben door die data. Het is ook heel bijzonder dat we ineens, ik kan weten wat de hele wereld denkt, bij wijze van spreken. Hoe dat een deel kan worden van mijn ecologie. In de zin van mijn gezondheid. Daarom doe ik dat onderzoek. Maar deel van de ecologie in de zin van... bedoel je daarmee in concrete zin de ecologie of mijn leven? Mijn omgeving. Ik woon in deze stad. Ja. Dus in die stad zie ik een plant groeien, krijg ik een appje. Ja. Word ik gefilmd. Heb ik per ongeluk weer een data afgegeven wat ik niet weet. Ja. En dus praat ik leuk met Mirjam. Zit ik even hier, drink een glaasje water. Dat systeem kent bepaalde ritmes. Juist. En dat probeer je in kaart te brengen met als doel... Met als doel te zorgen dat die extra waarneming die we nu hebben gekregen, dankzij die technologie, ja, misschien wel gaat helpen om de planeet te redden. Ja, oké. Okay. Ja. Want we kunnen ineens, nou, hebben ineens een beeld, ja, van wat het klimaat, ja, gaat doen. Ja. We kunnen ook niet alleen voelen, niet alleen jij, misschien kan jij groene vingers, maar ik kan het wel meten. Ja. Dus we kunnen ook, we kunnen ons ook verrijken daarmee, mits wij andere voorwaarden gaan maken. Andere governance. Daar gaan we later, ja, op in. Precies. Ja, te gek. Dankjewel, Caroline. Fijn. We gaan nu naar onze laatste deelnemer van vanavond. Arjan Witlak. Ook via Zoom. Hallo, Arjan. Goedenavond. Goedenavond. Hartstikke leuk dat ik hier mag zijn. Ja, hartstikke welkom. Directeur van de Kafka-brigade. Waar staat nou eventjes in een paar zinnen de Kafka-brigade voor? Het woord zegt het al, Kafka. Ja, dat klopt. We zijn uiteraard vernoemd naar Franz Kafka. Hè, waar die als geen ander, denk ik, de vervreemding invoelbaar heeft gemaakt. En dat is niet alleen maar, denk ik, een frictie die dan uitnodigt tot verwondering. Maar wij doen als stichting onderzoek naar bureaucratisch dysfunctioneren. En begrijp me niet goed, niet verkeerd. Hè? De bureaucratie is een heel groot goed. Zij moet zorgen dat allerlei waarden die voor ons allemaal heel belangrijk zijn, zich materialiseren. Hè? Waarden zoals rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, integriteit en misschien wel op de allereerste plaats continuïteit. Maar het gaat ook heel vaak mis en ik denk dat we dat allemaal weten. Hè? Soms doen organisaties echt letterlijk het tegenovergestelde van waartoe ze op aard zijn. Organiseren we echt onverschilligheid zonder dat daar enige vorm van check op zit. En met ICT zijn die organisaties soms als geen ander in staat om een hefboom voor administratieve lasten te organiseren. En wat wij doen is wij onderzoeken hoe dat komt en wat je daaraan kunt doen. We proberen echt te komen tot handelbare kennis. En proberen ook een publiek in het leven te roepen dat daarom vraagt. Ja, en gaat het dus dan alleen maar om het soort van efficiënter laten functioneren van de overheid en alle bureaucratie eromheen? Of heeft het inderdaad nog een soort bijna activistische rol, de Kafka-brigade? Nou, in zoverre, wij komen wel een norm brengen. En dat is uiteindelijk ook een ethische norm. Hè? Zeker als ik kijk naar de digitale kant van ons onderzoek. Ik heb daar ook een boekje over geschreven, de digitale kooi. Daarin heb ik geprobeerd aan de hand van een paar hele concrete verhalen in beeld te brengen welk systeem we eigenlijk aan het optuigen zijn met het digitaliseren van de overheid. En ook zichtbaar te maken dat allerlei voor de hand liggende oplossingen die je heel vaak hoort, hè, zoals professional moet maatwerk leveren, dat die heel vaak niet opgaan. Hè, omdat zij eigenlijk net zo gevangen zitten in het systeem van mogelijkheden en onmogelijkheden dat we hebben geschapen. En in dat boek heb ik ook afgesloten met een hoofdstukje beginselen van behoorlijke ICT. En dat is uiteraard geïnspireerd op de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. En ook dat zijn ethische normen. Maar ik heb wel die normen heel pragmatisch proberen te maken. Hè? Aan de hand van concrete problemen voor mensen hier en nu. Hoe organiseren we nou ook dat bepaalde waarden daadwerkelijk in de praktijk tot bestaan komen, om het, ja, zo maar eens te zeggen. Ja. En dan gaan we, vanavond hebben we het natuurlijk over dataïsme hier. Het geloof in de kracht en de functionaliteit en de waarde van data. Hoe sta jij daar tegenover vanuit jouw rol als vertegenwoordiger van de Kafka-brigade?
Nou ja, voor een deel. Ik heb het boek van Mirjam gelezen. Ik had het echt 3 minuten voor het begin van deze uitzending uit. Wauw. Kijk, voor een deel herken ik dit heel erg. En heb ik hier allerlei concrete voorbeelden bij. Hè? En kijk, Mirjam analyseert het eigenlijk een beetje op een Heideggeriaanse manier. Hè? Van wat is nou... wat is de rol van de techniek in de manier waarop de werkelijkheid voor mensen aanwezig is en betekenis krijgt? En wij kijken dan vooral naar de overheid en daar zie je dat dat inderdaad gebeurt. Hè? Als jij geflitst wordt op de snelweg, daar komt helemaal geen mens aan te pas. Hè? Die mens gaat als data naar het CIB en die gaat er als acceptgiro uit. Ja. Dus die blik op wat de werkelijkheid is in zo'n organisatie inderdaad op zo'n moment eigenlijk alleen maar een blik via de afgeleide. Ik heb er ook nog wel iets anders over te zeggen, maar voor een deel herken ik het verhaal. Ja, ja. Waar ik benieuwd naar ben is eigenlijk, want je doet daar ook ontzettend veel onderzoek naar en je komt inderdaad allerlei problemen tegen eigenlijk, waar mensen tegenaan lopen. Waar ik benieuwd naar ben is, hebben mensen eigenlijk nog wel grip op hun eigen gegevens? He, want ik word geflitst en dan een acceptgiro. Maar ik ben me daar helemaal niet van bewust dat ik in het systeem zit. Nee, absoluut. Ik denk dat is ook inderdaad precies een van de dingen die wij zichtbaar proberen te maken. En waarom ik inderdaad ook een hele columnserie in het Financieel Dagblad heb geschreven met 60 voorbeelden. Juist om te laten zien wat er in de werkelijkheid gebeurt. Wat het systeem is dat we precies optuigen. Want ik heb het idee dat we eigenlijk ontzettend slecht doorhebben hoe dat systeem eigenlijk werkt. En persoonlijk vind ik het ook gewoon fascinerend om te doen, hoor. Moet ik er even bij zeggen. Gewoon kijken waar blijft die data eigenlijk en hoe interacteert dat? Ja, ja, ja. Ja, duidelijk. Dit is meteen ook een mooi bruggetje naar het openen van het gesprek van het panel met elkaar, denk ik. Want je hebt over, nou, mensen zijn volstrekt bijna ongeïnformeerd of in ieder geval een soort blasé of naïef als het gaat om hun data en hoe dat zich verspreidt en hoe die weg eigenlijk leidt. Zoals gezegd, ik ga eigenlijk altijd beginnen met de vraag dan aan Mirjam stellen, ook vanuit het boek gezien. Maar dan wil ik jou eigenlijk meteen daarin betrekken, Arjan. Want waarom is dan het vertrouwen in die datatechnologie zo groot, als we eigenlijk heel ongeïnformeerd zijn? Nou, het is denk ik de vraag ook over wie je het dan hebt. Ik weet niet of, ja, je kan het hebben over algemeen de gebruiker of juist de gebruiker ervan, dus de overheid of een bepaald bedrijf. Ja, nou ja, het vertrouwen wordt voorgesteld als dat het heel hoog zou moeten zijn. Vooral denk ik door wat Arjan ook beschreef, wat ik een heel mooi voorbeeld vind. Als je geflitst wordt, er komt geen mens aan te pas, want alles gaat via de systemen en vanzelf heb je een envelop op de mat liggen. Maar dat doet het voorkomen alsof het dus niet anders zou kunnen. Dit is gewoon hoe het is. Dit is de werkelijkheid. Dit is de waarheid. Je hebt iets fout gedaan en je moet voor betalen. Maar ja, uiteindelijk komen er natuurlijk wel mensen aan te pas. Want die systemen zijn ingericht. Daar zitten bepaalde beslissingen achter. Daar zit beleid achter. Daar is een keuze gemaakt om dat op die manier te doen. Dus dat is... Het vertrouwen in de werking van het systeem wordt heel hoog voorgesteld, omdat het los van de mensen zou functioneren en mensen zijn onbetrouwbaar, zeg maar. Maar volgens mij is het juist heel erg belangrijk, ook in het werk van de Kafka-brigade, dat je dan laat zien van die systemen zijn niet een soort van uit de hemel komen vallen en dat kan niet op een andere manier. Ja. Dat kan zeker wel op een andere manier. En ik denk dat... Ja, zeker door de verschillende affaires en schandalen die we ook wel met regelmaat meemaken, weet ik niet of het vertrouwen, zeg maar, van de burger nog zo hoog terecht is. Ook is, nee. Eigenlijk. Ja, ja. Arjan, nog iets aan toe te voegen? Nee, ik denk dat dit klopt als een bus. Ik bedoel, ik kan er wel een aantal verklaringen naast zetten, maar ik denk niet dat dat de kern van het gesprek is. Nee, dus eigenlijk hoor ik Mirjam zeggen,
het gaat niet zozeer om de datatechnologie zelf. Want die zou dan, nou ja, hè, daar, dat hopen we dan maar, zou die objectief zijn? Of zou eigenlijk gewoon functioneren zoals het functioneert? Maar er zit eigenlijk altijd een mens achter of voor. En daar gaat het dan mis, hoor ik je zeggen. Dus zowel in het ontwerp van bepaalde algoritme, de input, zeg maar ook de output en wat ermee gedaan wordt. Daar wordt het schimmig. Ja, ja, en ik denk dat gelukkig vielen ook net het woord waarde en eerder ook het woord normen. Maar in mijn ondertitel heb ik het over ethiek in tijden van dataïsme. Dus ik ben ook heel erg ernaar op zoek van wat heeft ethiek nog te betekenen in zo'n dataïstisch systeem. En het grote probleem is dat als je de mens uit het systeem haalt en doet alsof die er niks meer mee te maken heeft, dan haal je ook de ethiek uit het systeem. Ja. Dus dat is denk ik een reden waarom het, die discussie over ethiek en technologie deed het zo moeizaam is en niet echt ergens toe leidt. Ja. Omdat als er geen mensen meer aan te pas komen, dan komt er eigenlijk ook geen ethiek meer aan te pas. Ja. En als we daar iets dieper op ingaan, hè, want dat is ook een beetje het menselijke aspect van iets technologisch. Dat is eigenlijk een soort van contradictie in termini. Dat is natuurlijk niet zo. Misschien kunnen we daar Martijn ook bij vragen, maar dan begin ik ook weer bij jou. De data is niet van de data. De data is van de mens, hoor ik jou zeggen. En die dicht daar waarde aan toe. En die dicht daar ook normen aan toe. Maar van wie is de data dan uiteindelijk? Jeetje. En wie is er verantwoordelijk voor de opbrengst? Data zijn schepselen van de mens en van de systemen die door de mens zijn ingericht. Dat denk ik zeker. En op een gegeven moment gaan die steeds meer ook vanzelf werken en zelf ook dingen doen. Hè? Dus daardoor wordt het ook steeds moeilijker om dan die verantwoordelijkheid goed uit te pluizen. Wat heel lastig is, want dan, nou ja, dan verandert er ook niet zo heel erg snel iets. Ik heb het zelf in mijn boek wat meer over de de gebruikerskant. Hoewel ik gebruiker altijd een heel erg naar woord vind. Waarom? Omdat het klinkt als een verslaafde of een iemand die alleen maar iets gebruikt. Nee. Maar goed, daar gaat het niet over. Maar ik denk dat aan die kant dat we het ook moeten hebben over de ethiek van die gebruiker. Ja. Dus het gaat altijd alleen maar over de ethiek van de overheid of van Facebook of van de technologiebedrijven. Dat is ook allemaal heel erg belangrijk. Maar hey, wij zijn zelf ook mensen met een ethische houding. En dus ook met een zekere verantwoordelijkheid die ook heel ingewikkeld en complex ligt. Zeker als je het hebt over data. Want laten we wel wezen, de overheid heeft niks aan alleen maar mijn data. Ze moeten data hebben van iedereen of van zoveel mogelijk mensen voordat het gaat werken. Dus mijn data zijn tegelijkertijd verantwoordelijk voor jouw data. Hm. Weet je wel? En dat maakt het zo helemaal een ingewikkeld iets. Omdat je die verantwoordelijkheden ook niet uit elkaar kunt trekken. Ja, ja. Dus de vraag van wie is de data, wie is er verantwoordelijk voor, is eigenlijk te complex. En dat is meteen ook het probleem. Ja, ja, want nou, daarom ben ik ook niet echt fan altijd van mensen die bijvoorbeeld zeggen van we moeten betaald worden voor onze data. Of we moeten dat allemaal in een pakketje zelf kunnen beheren. Omdat juist data zo afhankelijk zijn van alle andere data. Ja. En het is niet een individuele kwestie. Dus nou ja, ik schrijf wel ook veel over hoe we daar als individu ons tegenover kunnen verhouden. Maar in die end is het echt een ecologische kwestie, zou ik eigenlijk willen zeggen. Ja, ja, ja. Martijn, even naar jou. Want ik hoor Mirjam zeggen, niet alleen de output-kant is verantwoordelijk voor nou ja, wat er met die data gebeurt en wat het, hoe dat ons verder kan helpen of niet. Maar ook de gebruiker, of in ieder geval de generator van data. Dus daarom ook de gebruiker, degene die data produceert. Is die dan verantwoordelijk uiteindelijk? Gaat het om hoe wij in eerste instantie wel of niet gegevens delen, of we dat nou bewust doen of niet? Um,
Ja, nou, kijk, het gaat natuurlijk over de inrichting van die systemen. En daar schrijft Mirjam natuurlijk ook in haar boek uitgebreid over. Welke categorieën gebruik je? Verzamel je die data op individueel of op collectief niveau? En hoe kun je daar ook als gebruiker, burger op de een of andere manier invloed op uitoefenen? Dus wij doen bijvoorbeeld zelf nu een onderzoek, maar dat richt zich dan meer op ontwerpers van systemen. Om die bewust van te maken dat als je... Kijk, je kunt natuurlijk data gebruiken om een platform waarop mensen diensten aan elkaar aanbieden of met elkaar energie gaan gebruiken. Kun je data gebruiken om dat te optimaliseren. Maar daarin moet je keuzes maken en daarin is niet een juiste keuze te maken. En ik denk dat het belang is dat zowel ontwerpers als gebruikers zich dat realiseren. Bijvoorbeeld als je doel is, ik wil een energiesysteem ontwerpen dat de mensen aanspoort om zo zuinig mogelijk te zijn. Dat is op zich een nobel doel. Nou, we weten uit onderzoek dat een van de manieren om dat te doen is als je de data van alle mensen in een bepaalde wijk openbaar maakt, dat mensen dan gemotiveerd worden om minder energie te gaan gebruiken. Dan raken ze intrinsiek gemotiveerd en willen ze niet meer dan de buurman gebruiken. Dus dan zou je kunnen zeggen, oh, dan gaan we dat doen. Want dan gaat het energiegebruik omlaag. Maar tegelijkertijd weten we ook dat mensen dat heel vervelend vinden. Want dan, ze zijn weliswaar dan misschien meer intrinsiek gemotiveerd, maar ze voelen ook een enorme sociale controle om aan die norm te voldoen. Dus als je het vanuit dat perspectief bekijkt, dan zeg je misschien, nee, dat moeten we juist niet doen. Misschien moeten we het alleen op een soort collectief niveau weergeven. Dus ik denk dat als we het hierover hebben, dat je heel specifiek moet maken van welke verschillende waarden botsen ook met elkaar. En welke keuzes maak ik als ontwerper daarin, maar ook hoe kan ik ook als gebruiker betrokken zijn in dat gesprek. Ja. Ja, en dan even teruggaande naar de titel van het boek, hè, Frictie. Want daar zit volgens mij ook een kern van wat dan die waarden zijn. Of wat de uitzondering eigenlijk is, wat Mirjam eerder zei, op dat dataïsme. Hè, wat je niet kan vangen in data. En wat zo waardevol is dat je daar eigenlijk niet aan voorbij zou mogen gaan. Mirjam, ga ik naar jou. Wat gaat er dan dus verloren in het dataïsme? Het eerste wat nu in mij opkomt, maar ik denk dat mijn boek voor een groot deel bedoeld is ook om daar hele verschillende antwoorden op te geven, maar is betekenisgeving bijvoorbeeld. Ja. En betekenis ontstaat uit bijvoorbeeld het gesprek over de botsende waarden, wat Martijn ook noemde, botsende waarden. Dat is frictie, dus... daar ontstaat ethiek. Als je één waarde hebt en iedereen is erover eens, dan heb je geen ethiek. Dat is ook de zoektocht en de vraagstelling. Daarom is het ook een filosofische discipline van wat moet ik doen en wat is het juist om te doen. Als je daar met z'n allen al over eens bent, dan hoef je het niet eens meer over te hebben natuurlijk. Dus die frictie staat aan het begin van een ethische discussie. En daaruit ontstaat een bepaalde betekenisgeving die bovendien altijd tijdelijk is. Dus data geven ook betekenis. Tenminste, ja, zo wordt het voorgesteld. Ik denk nog altijd dat het de mensen zijn die aan de data betekenis geven. Hoe een soort van self-explanatory ze ook mogen lijken. Maar ik denk dat juist de betekenisgeving die zich ook kan ontwikkelen en die verschillende kanten op kan gaan en waar je van kunt leren, waarin iets nieuws kan ontstaan. De onvoorspelbaarheid, dat zijn soort van de dingen die... Ja, dus een soort van vorm van autonomie, onvoorspelbaarheid. Ja. Misschien ook, ik weet het niet, creativiteit. Ja, daar heb ik het eigenlijk niet over. Nee, want wat is creativiteit precies? Ja. Data kunnen ook heel erg veel creativiteit opleveren, denk ik. Ja, precies. Maar voor mij is onvoorspelbaarheid bijvoorbeeld iets wat dan uit ethiek spreekt. En ik schrijf veel over Simone de Beauvoir en hoe zij ethiek heeft omschreven. En daar gaat het juist over inderdaad die onvoorspelbaarheid. Dus het moment dat je je de vraag stelt, wat is het goede om te doen? Ja. Dus de ethische vraag stelt, die stel je
in een onvoorspelbare situatie. Ja. Dan gaan we eigenlijk even naar Carolien. Want ik ben al wel heel benieuwd om dat te concretiseren als ons dat lukt. Hè. In de vorm van een stad. Want een stad is een organisme, is een, inderdaad een soort ecosysteem, hè, zoals je eerder ook zei. Er gebeurt van alles. Het is allemaal met elkaar in verbinding. En jij bent daarin ook een verbinder. Maar je gebruikt data heel gericht om dat ecosysteem gezond te maken, zoals je eerder zei. Daar zoek ik naar. Daar zoek je naar. Je zoekt daar naar manieren. Ja. En tegelijkertijd hoor ik Mirjam zeggen, wat er verloren gaat, is de onvoorspelbaarheid. En ik ben benieuwd naar jouw visie op. De stad heeft misschien ook een mate van onvoorspelbaarheid nodig. Dat maakt de stad de stad. Dus verlies je niet ook wat in het organiseren en structureren aan de hand van die data? Ja, ik vind dat een paar gesprekken door elkaar heen lopen. Hè? Dus vanuit een overheid, vanuit een stad, hè? Als je het regeren van een stad, dan gaat het over rechtsstaat. Hè? Dus ik zeg in de gemeente, ik ben niet geïnteresseerd in ethiek. Ethiek wordt door iedere politicus gebruikt zoals hij zelf wil. Ik wil gewoon rechtsstaat. En data functioneren in de rechtsstaat. Dus een overheid, een gemeente of een landelijke overheid of een Europese commissie verzamelen data volgens bepaalde wetten. Daar kunnen wij ook voor naar de rechter als dat met voeten getreden wordt. Daarom is het zo belangrijk dat wij nu in Europa een privacywetgeving hebben. GDPR heet dat. General Data Protocol Regulation of zoiets, ik weet niet precies. AVG. AVG, heel belangrijk. Dus algemene wet voor... Ik weet niet waar het voor staat, maar ja, de Datawet van Nederland. Gegevensbescherming. Gegevensbescherming, ja. Dus dat is ontzettend belangrijk dat wij dat hebben. En dat hadden we heel lang niet. En daardoor had je bedrijven die konden echt graaien wat ze wilden. En dat hebben ze ook gedaan tot op de dag van vandaag. Dus het gevaar zit ook in totalitaire regimes als in China. Ja. Bijvoorbeeld zit dat bij de staat die alles wil hebben en die sociale stempels op ons hoofd gaat zetten. Maar wij hebben bedrijven die dat doen. En die werken heel nauw samen met alle intelligence van onze regeringen. Dus denk niet dat dat allemaal fijn en leuk is. En je ziet dus ook nu, daar moet het wel een beetje problematiseren, in deze tijd van corona wordt er dus even heel snel over een aantal belangrijke wetten heen gestapt. Gelukkig vond ik heel mooi dat daar zoveel gesprekken over zijn geweest op televisie. Dat ook de ministers dat zijn gaan terugnoemen. Dus de eerste plaats is het zo dat in een stad data moeten worden onttrokken, verworven en verwerkt en teruggegeven op een manier die past bij de rechtsstaat. En wij hebben nu een probleem, en dat vind ik een heel interessant probleem, dat ik zou graag willen dat die internationale bedrijven dat niet meer mogen. Op de manier zoals ze dat nu doen. Dus daar zijn we ook met heel veel mensen mee bezig. En het interessante is dat GDPR, dat is die Europese wet. Iedereen zei, dat is heel slecht voor business, voor Nederland. Wat blijkt? Amerikaanse bedrijven beginnen zich aan te passen aan onze wet. Want laatst een bijeenkomst met heel veel databedrijven. Die zeggen nu tegen de regering, wij willen meer regels. Want als we meer regels hebben, qua privacy en democratie en betrouwbare bestuur, daar kan de Alfred misschien nog wat over zeggen, dan kunnen wij ook beter business doen. Dus ook een goede markt functioneert in een democratie. Ook business functioneert in een democratie in een publiek domein. En het publiek domein moet goed georganiseerd worden en daar lopen we voor als Europa. Dus dat moet ik eerst zeggen. En daarnaast is het natuurlijk, dan krijg je dat, hoe worden nou jongens en meisjes die data science zijn, hoe worden die opgeleid? Ik ben natuurlijk ook een professor, dus ik ben altijd bezig ook met studenten. Dus dan hebben we het over helemaal aan het begin van het proces. Ja, wat leer je nou? Ja? Ja. Dus nou, ik heb heel lang in Delft gewerkt. Er zijn toch een aantal duizenden jongens en meisjes, vooral jongens, die daar het allemaal leren. En dat is gewoon onthutsend. Hè? Er is gewoon één bijvak, Responsible Innovation. En daar moeten we het mee doen. En dan wordt inderdaad gesproken over ethiek. En nooit over rechtsstaat. En er wordt gesproken over economie, maar dan gaat het over winst. En dan gaat het amper over sociaal ondernemen. En het gaat nooit over vakbonden. Of over sociale strijd. Of over hoe je een markt op een betrouwbare manier organiseert. Dus dat is een volgend ding wat ik wil zeggen. Dat de manier waarop wij mensen opleiden die verantwoordelijk zijn voor de technologie. We creëren een klasse die heel monomaan wordt opgeleid met één soort kennis. En die dan vervolgens de macht hebben en de algoritmes uitwerken. En niemand weet meer waar het over gaat. Arjen, zie je dat ook terug? Wat zie ik precies terug? Oh, sorry, je viel net even weg. Nog een keer. Wat zie ik precies terug? Nou, of je ook terugziet bij bestuurders dat het allemaal
mensen zijn met dezelfde achtergrond, met dezelfde De nerds. Dus de mensen die worden opgeleid om systemen te ontwerpen. Ja. Die worden niet getraind in het denken over democratie of rechtsstaat of ethiek of moraal of norm of goede processen, hoor en wederhoor. Ja. Überhaupt over macht en machtsongelijkheid worden zij niet over opgeleid. Dat is absoluut waar. Dat, ik denk zeker dat waar mensen die bij de overheid nu werken vandaan komen, hè, de mensen die wij nu aannemen, wat de achtergrond is van die mensen, van grote invloed heeft op hoe de overheid feitelijk functioneert. Kijk, lang geleden was het natuurlijk bijna vanzelfsprekend als je bij de overheid werkte dat je bijvoorbeeld een achtergrond had in staatsrecht en dat je wist wat de beginselen van behoorlijk bestuur waren en dat je begreep dat beginselen, hè, even voor de duidelijkheid, beginselen zijn waarden die ook een plicht zijn. Dat je begreep inderdaad dat waarden, in de zin van beginselen, hè, waarden die wij in de rechtsstaat belangrijk vinden, betekenis krijgen in verhouding tot elkaar. Hè? Om dat even heel simpel te maken. Als je aan je kind belooft van God, je mag in mijn auto rijden. Vertrouwensbeginsel, hè? Je wekt verwachtingen. Maar misschien moet je dat toch niet doen als jouw kind 6 jaar oud is. Is er ook zoiets als het voorzorgsbeginsel. Wat verder dat eerste beginsel niet wegneemt. Hè? Je hebt een belofte gedaan, je hebt vertrouwen gewekt. Maar misschien toch heel even een jaartje of 12 wachten, gezien de veiligheid. Die manier van denken, hè, ik zou bijna zeggen die manier van denken die tegenover de manier van denken staat die in Mirjam's boek zo'n grote rol speelt, namelijk de technische manier van denken, hè, waarbij wij proberen de wereld in eendimensionale aspecten uiteen te trekken die meetbaar zijn, waardoor alles wat er om ons heen is, hè, dat we dat uit kunnen lijnen naar een bepaald doel en zo een auto bouwen of een bureaucratie bouwen. Daar hoort altijd een andere manier van denken bij, een waarderende manier van kijken. En dat geldt voor een bureaucratie en de rechtsstaat en hoe je omgaat met dingen als overheid. Maar dat geldt uiteraard veel breder. Je kunt niets technisch doen zonder ook zo'n normenkader te hebben. Want anders weet je helemaal niet waar je mee bezig bent. Ja. En om daarop terug te grijpen, ik hoor Carolien eigenlijk zeggen dat normenkader moet eigenlijk veel meer op de voorgrond worden geplaatst, al helemaal in het begin van het proces bij de ontwerpers. Ja, democracy by design, privacy by design. En waarom is die privacy nou zo belangrijk? Waarom zijn die regels zo belangrijk? Want dat creëert namelijk de vrijheid dat we met elkaar het gesprek kunnen beginnen over de betekenisgeving. Dat ik mag twijfelen. Mm-hmm. Dat ik het oneens mag zijn met mezelf. Dat wij grote verschil van mening kunnen hebben en daarna een kop koffie kunnen drinken. En dat ik niet onderwel een stempel krijg ergens in een database, waardoor ik straks een grens niet over mag. Ja. Dus dat, je hebt die regels nodig om die betekenisgeving alle vrijheid en alle ruimte te geven. Ja. En dat is de waarde van samenleving. Ja. We hebben nog weinig tijd en nog veel te veel te bespreken. Er is in ieder geval één vraag die ik nog aan jou wil stellen. Ook ingaande op het boek. Wij, de gewone mens, zo is het boek ook een beetje geschreven. Zo steek je het ook in. Dat is ook prachtig eraan en krachtig. Wat kunnen we doen om dat systeem waarin we eigenlijk allemaal gevangen zijn? Hè, er werd al gezegd, het is ook iets waar je heel gemakkelijk in meegaat. Je wilt je ook graag conformeren. Wat kunnen we doen om ons daaraan te onttrekken? Moeten we er ons aan onttrekken? En kunnen we er ons aan onttrekken? Mm-hmm. Nou, ik denk zeker dat we gevangen zijn in een systeem, maar niet zozeer als dat we vaak denken. Dus we hebben wel wat meer vrijheid en autonomie nog over dan dat ons ook wordt voorgeschoteld of zo. Want het is ook in het belang van overheden en bedrijven, hè, om ons te laten geloven dat er geen andere weg terug is of dat je geen keuze hebt of zo. Of dat je hele sociale leven gewoon in één klap doodvalt als je van Facebook afgaat of wat dan ook. Nou, dat is niet zo, weet je wel. Dus ik heb ook wel het boek geschreven om een soort van de burger moed te geven. Dat klinkt zo stom, maar ik heb de mens best hoog zitten. Dus ik denk ook van, ja, we kunnen veel meer dan dat ons wordt wijsgemaakt. Ja. En je moet je dat niet laten wijsmaken dat het niet op een andere manier kan. Dus
ja, een beetje de frictie opzoeken. Maar het is niet makkelijk. Het is zeker niet makkelijk. En ik zeg ook helemaal niet dat iedereen zich moet ontkoppelen, want dat kan helemaal niet. En voor mij als onderzoeker op dit gebied kan ik dat veel beter. Want ik kan altijd zeggen van ja, sorry, maar dat is mijn werk om geen digitale agenda bijvoorbeeld te hebben. Dat is op mijn werk altijd wel een soort van dingetje. Van ja, je kunt mij geen Outlook-uitnodiging sturen, want dat komt niet aan, weet je wel. Maar dan kan ik altijd zeggen van ja, want het is mijn werk om daar tegen te zijn. Ja. Dus, maar iedereen heeft wel een beetje die squiggle room of die bewegingsruimte die wel steeds kleiner wordt. Maar als we niet ons best doen om hem ook een beetje groter te maken, dan zijn we straks echt helemaal ingesnoerd. Dus ik hoor je zeggen, het is onze taak om een beetje, al is het maar een beetje, te wringen. Wat frictie op te zoeken ten frictie aanzien op, ja. van... De-automatiseren. Ja, Martijn, ik kom nog even terug bij jou. Wat kunnen we nog meer doen, aanvullend op Mirjam? En wat doen we al, aanhakend op wat Caroline ook zei. Ik herken dat wel, dat beeld van de nerds in Silicon Valley die op een hele eendimensionale manier eigenlijk die techniek ontwikkelen. Maar ik denk wel dat dat aan het veranderen is. In ieder geval dicht bij huis, als je kijkt naar de HVA, waar Mirjam en ik werken. En dan zie je dat daar zeker bij de designopleidingen eigenlijk steeds meer aandacht is voor ethiek. Mm-hmm. En dat ook de studenten er heel erg om vragen. Die zijn ook heel erg gericht om niet alleen maar op een soort Silicon Valley manier heel snel heel veel geld te willen verdienen. Maar ook om een bijdrage aan de samenleving te kunnen leveren. En dat vind ik echt hoopvol. Ja. Tot slot, als afsluiting naar jullie toe. En probeer het in één zin, het is heel lastig, maar in één zin te antwoorden, want we hebben echt geen tijd meer. Als je nou kijkt naar de toekomst na corona, we weten niet precies wanneer het is, maar corona wordt vaak gezien als een moment van onthaasting. En mensen gaan toch wat dieper in op bepaalde dingen. Niet iedereen, maar in ieder geval een aantal mensen. Wat kan deze tijd ons opleveren met betrekking tot onze verhouding tot al die data? In één zin, Mirjam, lukt het je? Nou, ik denk dat de coronatijd een grote de-automatiseringstijd is geweest. En dat, ja. Dat is iets wat we moeten onthouden. Ja. Caroline? Meer vragen stellen. Meer vragen stellen. Ja. Blijven stellen. Blijven stellen, elke dag. Als je denkt dat je iets vanzelfsprekend vindt, denk je, hoezo vind ik dat eigenlijk? Ja. Moet het wel zo? Kan het niet anders? Arjen? Ah ja, inderdaad. Wat Caroline zegt is denk ik wel een goede. Meer vragen stellen, want ik denk dat we zeker ook met termen als privacy by design, hè, op zich niks tegen, wel veel het idee hebben dat we weten wat we moeten doen. En ik denk dat het wel eens gezond is af en toe om eens iets beter te kijken naar wat er precies gebeurt in de werkelijkheid, voordat we onze conclusie trekken en aan het ontwerpen gaan. Een soort vorm van kritisch burgerschap hoor ik jullie eigenlijk allemaal zeggen. Heb je daar nog iets aan toe te voegen, Martijn? Nou, ik denk dat deze tijd ons aan de ene kant heel erg laat zien hoe afhankelijk we ook zijn van de technologie. Dat we ons dat meer en meer realiseren. Omdat we de hele dag aan het zoomen enzovoorts zijn. En boodschappen thuis laten bezorgen. Maar aan de andere kant zie ik ook een enorme herwaardering eigenlijk voor publieke ruimte en publieke waarden. Ik denk dat de publieke ruimtes buiten de stad bijvoorbeeld nog nooit zo intensief zijn gebruikt als de afgelopen weken. En ik denk dat dat ook een startpunt kan zijn voor een bezinning over hoe die publieke ruimte online eruit zou kunnen zien. Ja, mooi. Ik wil jullie van harte danken, zowel sprekers op Zoom als hier bij mij in de zaal. En natuurlijk jullie kijkers ook. Ik wil jullie ook attenderen op onze PSU-like button op onze website. Vergeet die niet, want dat maakt dat we deze programma's nog steeds vrij toegankelijk kunnen produceren voor jullie allemaal. Bedankt en een ontzettend goede avond. Thank you.